Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur heeft gisteren haar nieuwste product 5G gelanceerd. Dat gebeurde tijdens een business event in de ballroom van Torarica. 5G is de vijfde generatie van technologie binnen de mobiele telefonie. 5G biedt in vergelijking met 4G een nog sneller verbinding met het internet. Volgens Mike Antonius, directeur van Telesuur, komt het bedrijf met 5G op plekken waar er glasvezel is aangelegd en er geen fiber to the home mogelijkheid aanwezig is. Hij geeft verder aan dat 5G er niet alleen is om mensen met elkaar te verbinden. But to connect things, people and things, people with things. Het is een alomtegenwoordig netwerk waarbij bedrijven in staat zijn hun mensen en hun assets te connecten, te alle tijden. Het is een netwerk dat ontwikkeld is waarbij battery consumption van bijvoorbeeld devices heel laag is. Het is heel belangrijk natuurlijk wanneer je bijvoorbeeld sensoren of andere apparaten gaat connecten, dat er niet een high battery consumption is. 5G is the first standard to deliver that. Samenwerking, gaf ik net al aan, collaborations, heel belangrijk. Willen we uiteindelijk het maximale halen uit 5G, dan is het niet alleen kom, neem een aansluiting en doei, maar wat kunnen we samen doen om het maximale hieruit te halen? Antonio zegt verder dat 5G een katalysator is voor de digitalisering van Suriname. U hoort ook Dorik Ramlakan, Chief Technical Officer van Telesuur, die aangeeft voor wie 5G momenteel beschikbaar is. Directie Telesuur heeft besloten om met 5G, het is niet zomaar 5G. We hebben 1G gekend, 2G gekend, 3G en 4G. Al deze G's waren gebaseerd meer op voice, data as revenue. But 5G changes the whole game. 5G verandert de hele telecomindustrie. 5G is niet meer voor de klanten alleen. Wat gaat de klant met 1G doen? 5G makes available that the business society ook gaat innoveren. 5G is not only for consumer more, it's for the business. Daarom is de directie besloten dat we 3 maanden demo lanceren voor onze corporate klanten, startend december, januari en februari, waarbij we klanten waarbij we al onze corporate klanten, onze zakelijke partners, gratis toegang geven tot het 5G-netwerk, om het 5G zelf te ervaren en te innoveren. We need to innovate to create 5G services in Suriname. Het is ook de reden dat we als eerste willen zijn. Want 5G creates a new environment. Dat was dus Dorik Ramlakan, Chief Technical Officer van Telesuur. Hij sprak gisteren bij de officiële lancering van het 5G-platform. Telesuur zal voor de komende 3 maanden haar zakelijke klanten gratis toegang bieden tot het 5G-netwerk, zodat zij de snelheden kunnen ervaren.